Ik heb gekozen voor de HZ omdat ik op zoek was naar een HBO-opleiding met wat praktijkgerichtere doelen. Ik heb gekozen voor de opleiding Finance & Control omdat het een hele brede opleiding is waarmee ik nog veel kanten op wil gaan. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het niet alleen maar cijfers zijn, maar het is ook gegevens verzamelen, rapporteren, analyseren. Finance & Control is voornamelijk een opleiding voor mensen die bezig zijn met cijfertjes, maar het vakgebied ontwikkelt zich eigenlijk heel erg snel ten opzichte van andere opleidingen, vrij brede opleidingen ook. Het studeren op het HBO vind ik zelf heel erg fijn, omdat het een praktijkgerichte opleiding is waarbij je veel in contact bent met bedrijven. Je maakt opdrachten voor bedrijven en daarnaast komen er ook bedrijven gewoon gastcolleges geven. Dus je leert heel veel van de buitenwereld. De colleges zijn heel erg praktijkgericht. Er wordt ook vaak rekening gehouden met de actualiteit. Studenten mogen ook vaak meedenken aan het verbeteren van het onderwijs. In jaar 3 kom je in aanraking met een stage en dan zou je een bedrijf moeten zoeken waar je misschien later wil gaan werken. En ik heb daar heel veel geleerd over mezelf. Ik was vroeger eigenlijk heel onzeker over wat ik nou echt kon brengen binnen een bedrijf. En door die stage ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik eigenlijk helemaal niet onder hoef te doen voor de mensen die werken in een bedrijf. Ik heb de kennis ervoor en die heb ik opgedaan tijdens de opleiding. Ik heb veel open dagen bezocht in verschillende scholen. Daarnaast heb ik ook een meeloopdag gedaan hier op de HZ om toch de sfeer te kunnen proeven. Dat is me eigenlijk heel erg bevallen toen en voor de rest heb ik veel op internet opgezocht. HZ had precies de opleiding die ik wilde gaan doen. Omdat ik al werkzaam ben bij een bedrijf, was dat nodig voor mij en het is heel dicht bij huis. De opleiding Finance & Control geeft je een brede basis en geeft je een goed inzicht in financiële processen. Ja, de sfeer op de opleiding is leuk. Eigenlijk allemaal hele gezellige mensen, een paar goede vrienden van mij heb ik hier gemaakt.